tip voor de kijker. Nou, dan richt ik me ook even tot die kijker. Wat je veel ziet wanneer je commercieel actief bent, verkoper, accountmanager, is dat, dat het vaak moeilijk is om het verschil te zien tussen wanneer ben ik nog aan het verkopen en wanneer ben ik eigenlijk al aan het onderhandelen. En dat is toch echt een heel ander spelletje. Want als je het hebt over verkopen, dan moet je natuurlijk een goede behoeftebepaling doen. En ben je uiteraard bezig met het goed presenteren van je oplossing. Maar ben je dus ook veel aan het woord. En wanneer je in de onderhandeling komt, dan moet je denken, hey, het is eigenlijk al verkocht. De klant heeft al gezegd, ik wil het hebben. Dan kom je in de onderhandeling. En bij de onderhandeling geldt, wie praat, betaalt. Dus dat betekent echt een andere pet op. Verkopen is echt anders dan onderhandelen. En daardoor geven verkopers, die dat soms nog te laat doorhebben, onnodig veel te veel korting weg. Dus dat is vast een belangrijke om mee te nemen. Ben ik aan het verkopen of ben ik aan het onderhandelen? Ander proces. Een training of lezing? Ja, ik word van beide enthousiast. Behalve de woordkeuze. Lezing, ik zie het nog steeds als business shows. Maar van beide enthousiast. Ik moet wel zeggen, ik word het meest geïnspireerd door het wat grotere groepen zijn. Dat noemen wij dan een grotere groepstraining. 25 of meer deelnemers in de zaal. Dat is hartstikke mooi. Maar een business show, dat geeft toch ook altijd weer extra vuurwerk. Dus als ik echt zou moeten kiezen, toch de shows. Presenteren in binnen- of buitenland? Ja, eigenlijk, hè, waar een publiek is, waar een boodschap is, daar is natuurlijk eigenlijk geen verschil. Want je zit uiteindelijk toch waarschijnlijk in een zaaltje, tenzij je online presenteert. En het is niet zo dat ik nou onwijs een fan ben van onwijs van kilometers maken en vliegen en rijden en op een boot en bedenk het allemaal maar. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, nou, binnenland is een stuk makkelijker. Terwijl buitenland natuurlijk wel zijn charmes en zijn romantiek heeft wat je daarin meebrengt. Ik vind het moeilijk om een keuze te maken, maar binnenland is wel wat praktischer. Heb ik een voorbereidingsritueel? Niet een hele bewuste, dus ik heb geen bijgeloven rituelen. Aan de andere kant merk ik altijd wel dat ik last minute altijd nog 3 wijzigingen toepas. En dat echt 20 minuten voordat het showtime is, ja, dan moet je geen dingen meer aan me vragen. Want het komt toch niet meer binnen en het komt er niet meer uit. Want dan ben ik echt continu bezig met het herhalen van oké, hoe ga ik beginnen, hoe ga ik eindigen, wat zit er allemaal tussen en wat gaat er allemaal gebeuren. Dus dat zou je tot mijn rituelen kunnen bedenken. Maar geen bijgeloof of andere dingen die ik daarin beetpak.